feest in deze tent. Als wij zingen, dansen, springen, zijn wij in ons element. Het publiek, jong en oud, ja, iedereen doet mee. Dus doe nog maar een rondje. We zijn hier bij Tuf en dan geef ik Rick het woord. Want stel jezelf even voor. Oh, en wil je de anderen ook even voorstellen? En wat leuks over te vertellen? Ik wil even netjes, hè? Ja, doe maar. Nou. Dit is Ramon Hendricks. Hij is op het best met laswerk en Tsjechische dingetjes uitdenken. Ja, verder, dat is wat ik ga. Remco moet er altijd bij hem. Die kan alles aanpakken en vasthouden. Vis halen. Net nog gedaan. Erg lekker. Bovenin staat Stefan. Dat is echt de opperhoofddenkmeester. Hij heeft beetje intelligent kijken. Onder de trekker ombouwen moet. En hij bloos, ik kan het niet op. Nou, zelf ben ik Rick, ik doe ook heel veel laswerk. En ik heb ook wel een beetje verstand van techniek. Hij kan ook aardig wat denken. Ja. Het gaat over Venetië, carnaval in Venetië. Met gondelvaders, bootjes en een kleurrijke loopgroep eromheen. Pieperplas, Sosre, al deze dagen! De muziek weer klinkt, is het feest in deze tent. Als wij zingen, dansen, springen, zijn wij in ons element. Het publiek, jong en oud, ja. We zijn hier bij de Stoepsnoevers. En ik richt me even tot Ivo. Yes. Ivo, wil jij je mede groepsleden even aan ons voorstellen? En even bij iedereen zijn of haar kwaliteit benoemen? Oh, wacht. Ik wou nog even. Ja? Dit is natuurlijk Alfons, ja. Onze specialist in Alfons van Rio. Alvons last, Alvons pakt alles aan elkaar. Een spreuk komt straks weer op de goed. Ja. Pakt alles aan elkaar, we gaan even een stapje verder. Ja. Dit is Jarko, Jabo, alle oud prins natuurlijk nog. Ja. Mm-hmm. Jarko, wat is jouw functie? Ja, zelfs Alvons, Nick. Nou. Jarko is ook vrij handig. Ja. Oké, dit is Irene. Irene is onze, weet je ook onze typie, Miep-typ. Hoe moet je iets? Team Grijp. Die regelt alles via internet en de pot en qua financiën, zeg maar. Dat was spannend. Dit is Miranda. Miranda, wat ga jij doen? Niks. Nee, eigenlijk heel weinig. Heel weinig mensen hier waren. Jullie doen wel mee, toch? Die verft alles en die zorgt weer voor de kleurtjes. En dit is Karin. Karin? Nee, we zullen pakken. Karin verzorgt dit jaar te pakken. Niet alleen. Heel belangrijk. En dit is ongeveer onze groep. Er zijn af en toe nog een paar mensen erbij, maar die kunnen vandaag niet aanwezig. En Ivo, wat kan jij zelf heel goed, behalve praten? Ja, dat is een stilvraag. Dat is vervelend. Schoonmaken. Ik was aan het schoonmaken. Tel even maar over de dag. Ja, wij wisten het. Mijn ouders het al van met hem. Nou, het is we bakken er niks van. En dan ben je heel gelukkig. Ja, zoals je ziet, dit is het. Jullie nog een leus met deze wagen? Wat is jullie slogan? 3? Wij pakken er niks aan! Oh, ik dacht heel andere. Als de muziek weer klinkt, is het feest in deze tent. Als wij zingen, dansen, springen, zijn wij in ons element. Het publiek, jong en oud, ja. Ja, we zijn hier bij de Kolen Piepen en de taken zijn goed verdeeld, zoals je kan zien. Nick, wat zijn jullie aan het bouwen? Althans, wat wordt er voor jullie gebouwd? Ons wagen, nou ja. Dit is het onderdeel van ons wagen. De andere twee wagens staan ook bij de andere in de schuur. Ja, we zijn boven. We zijn bij je bijverven. De wagen hebben gekocht, dus het is een kwestie van bijverven. En dingen bijverzinnen en dat is. Oké. En met de pakjes zit het wel goed, althans het staat heel mooi, heren. Prachtig. Dat is gelukt. Hey, en hebben jullie nog een leuke blunder of zo beleefd tijdens de bouw van deze wagen? Of gaat alles gesmeerd? Oh, ja. We hebben toen de wagen kocht, zeiden ze dat er een auto onder zat die het deed. En dan kwamen we hier en de auto deed het niet. Nou ja, gadverdorie. Hebben jullie weer. Ja, wij weer. Een andere auto gekocht en die zit er nou onder. Nou, helemaal goed. En voordat jullie meedoen met de optocht, is er nog iets wat Vilsteren echt van jullie moet weten? Wat wij moeten weten. Wat Vilsteren van jullie moeten weten?
natuurlijk. Tuurlijk. Altijd? Gezellig! Hey. Hey, dankjewel! Als de muziek weer klinkt, is het feest in deze tent. Als wij zingen, dansen, springen, zijn wij in ons element. Het publiek, jong en oud, ja. We zijn hier bij de Vlierhoekers en deze man in kwestie is Laurens. Laurens, wat zijn jullie aan het maken? Nou ja, we hebben een wagen op de schaals en we maken in feite een hele grote wagen. Ja. Aha. Ja. En wat wordt het? Het worden in feite twee grote, hele grote poppen. Die is ons thema uit gaan dragen van dit jaar. Oké. Okay. Dus, en met als slogan? Ja, daar zijn we helemaal niet helemaal over uit, maar we hebben nog twee maandagavonden te gaan, dus dat wordt wat om te bedenken, hè. Oké, ja, er moet nog heel wat gebeuren, zie ik. Gaan jullie dat redden? Natuurlijk. Oh, oké. Okay. Ja. Vol overtuiging? Ja, 100%. Nou, super. Ja. En wie werkt voor het hart van jullie allen? Hier hebben we Jons Jos. Nee, we werken met z'n allen, hoor. Ja, allemaal, ja. Allemaal erbij? Ja. Goed zo. Hey, en... Hier is wel een flesje in de kraan. Ja, super. En wie is jullie grootste concurrent, denk je dit jaar? We hebben geen concurrenten, want wij gaan gewoon mee. Oké, dat wordt makkelijk voor jullie. Ja. Nou, dat klinkt veelbelovend. Geen twijfel mogelijk. Dus, Deze knappe mannen, dat is de jongste delegatie van de Vlierhoek. Aanstormende prinsen. Wat ons betreft hebben ze nu al gewonnen. Wat de schatjes. Als de muziek weer klinkt, is het feest in deze tent. Als wij zingen, dansen, springen, zijn wij in ons element. Het publiek, jong en oud, ja. We zijn hier bij de Nathalzen. En zoals jullie kunnen zien, zijn ze druk in training voor het carnavalsweekend. Laten we even wat dichterbij gaan staan. Dag! Ja. We hadden heel graag even bij jullie wagen willen kijken, maar ja, dat is top secret. Dus we mag hier binnen niet gefilmd, dat is jammer. Zeker niet. Zeg jongens, hoe is het om een echte prinses in jullie groep te hebben? Ja, helemaal gaaf natuurlijk. Ja. Helemaal cool. We zijn helemaal in training. Training. Helemaal trots. Ja, helemaal trots. Helemaal leuk. Op onze daden. We gaan er helemaal voor. Helemaal fantastisch. Ja. Hey, is er nog iets wat Filsteren echt van jullie groep moet weten? Dat wij vierkant achter Tania staan. Oh, dat vind ik een hele mooie. Super. En hebben jullie nog iets wat jullie prinses toe willen juichen? Nou, heel veel liefde, geluk, alles, veel plezier, carnavals, plezier. Maar dat zal helemaal goed komen, Tania. Ja. En daar helpen wij haar, daar had je zeker bij. Super. En jullie dan? En de kids? Ja, die ben ik de enige dan. Zijn jullie trots op prinses Dania? Ja. Goed zo. En Piepenplas Filsteren? Yay! Hey! Hey! Altijd gezellig! Als de muziek weer klinkt, is het feest in deze tent. Als wij zingen, dansen, springen, zijn wij in ons element. Het publiek, jong en oud, ja. We zijn bij de Gravendijkers. Hans, wat zie je eruit? Ja, verschrikkelijk. Ja, het is verschrikkelijk. Wat heb jij in je kop? Maar dit is niet de tekst. Ik klem het niet. Wat ik op de kop heb? Ja. Alles staat op zijn kop met de carnaval. Alles staat op zijn kop? Alles staat op zijn kop. En alles staat op zijn kop in de Gravendijk? Ja, dat hoop ik. Maar wat zijn jullie aan het schilderen, aan het bouwen, aan het doen? We zijn volop aan het knusselen, dat zie je. Alles op de kop. Het moet allemaal geverfd en uitgezaagd en geverfd en geschuurd worden. Hartstikke druk zijn we er weer. Tik tak tok, met carnaval alles op zijn kop. Yay! Als de muziek weer klinkt, is het feest in deze tent. Als wij zingen, dansen, springen, zijn wij in ons element. Het publiek, jong en oud, ja. We zijn hier bij de schuimkoppen uit Filsteren. En dan geef ik even de oud-voorzitter Martijn het woord. Jij gaat voor het eerst weer een optocht meedoen. Wat verwacht je ervan? Waar is het van verwacht? Nou, vroeger gezellig aan de bar natuurlijk, dus dat lijkt me logisch. Menig kapsoven, dus Johnny, bij deze heel veel succes in het nieuwe bestuur. Wat verwacht ik er verder van natuurlijk? Een podiumplek met zo'n mooie brandweerauto en voor de rest gaan we allemaal wel meemaken. Jullie lopen al heel lang in Filsteren de optocht mee, maar misschien is het nog leuk om een paar van jullie topvakmensen even extra voor te stellen.
Dus er staan heel wat naast je, maar misschien is het leuk. Het is een beetje raar, ik vertel het maar. Al 40 jaar dus, hè? Ja, maar wat doet er bij de hoor? Wie is de handig? Wie is de leider? Ik kom daar dan eens. Bels, wat kan Bels goed? Ik kom er zeker. Ja, klaar. Gerwin? Gaat het goed? Ja. Het is heel handig. Heel handig. Martijn. Zeg maar, jongen. Ik had goed de vraag gehad. Ik ben er een paar weken mee bezig. Ik ben heel veel jaar. Wat ben jij eigenlijk goed in Ragoni? Nee, ik had een vraag gehad. Maar ik heb een vraag gehad. Nee, hoor. Ja, dat is zeker. Maar wie gaat het verder? Ja, ik ben handig, hè? Ja, dat ben ik handig. Ik heb geen idee. Marco. Iedereen is handig. Mooi. Als de muziek weer klinkt, is het feest in deze tent. Als wij zingen, als we springen, zijn wij in ons element. Het publiek, jong en oud, ja. Nu zijn we bij de nieuwste groep die meedoet aan onze optocht in Vilsteren. Stel je allemaal eens even voor. Dan beginnen we aan deze kant. Misha Bos. Jelle Giesen. Juri Larentan. Matthijs Kappers. Ja, die vier man. En dan waren jullie nog niet helemaal eens over de naam, begreep ik. Nee. Dus dat houden we tot carnaval geheim. Maar vertel eens wat over de wagen. Wat, Ja, we hebben de onderdelen en zo van de olifant en zo hebben we gekregen van een achterbuur van mij. En die hebben we opgehaald en op de wagen gezet en een wagen omverboot. Gaat dicht maken zodat die poppen erop kunnen en kan ze al die gaten dicht maken. Kan er veel zullen altijd gezellig.